Welkom bij het online trainingsprogramma van Kamp van Koningsbrug. De komende 8 weken bieden we jou in samenwerking met de Korps Commandotroepen 8 trainingsvideo's aan waarbij we laten zien hoe een commando speciale operaties thuis traint. Maar niet alleen een commando speciale operaties, ook jij kan thuis trainen zoals wij dat doen. Vandaag hebben we een lower body strength training op het programma staan. Maar vooraf een intervaltraining. Op afrotros.nl/kampvankoningsbrugge kun je de hele training uitgeschreven terugvinden. Je begint met het verhogen van je hartslag. Hiermee maken we het lichaam warm en gereed voor de training die komen gaat. Dit kan je doen door 3 minuten rustig warm te lopen, touwtje te springen of jumping jacks uit te voeren. Als je goed warm bent, gaan we verder met de volgende onderdelen van de warming up. We beginnen met de knee hug. Hierbij is het belangrijk dat je je knie naar je borst toe brengt en rechtop blijft staan. Voer deze 30 seconden achter elkaar uit, zowel links als rechts. De quad stretch. Pak je enkel vast en breng spanning op je bovenbeenspier. Blijf rechtop staan en houd je knieën naast elkaar. De leg cradle. Pak je scheenbeen vast met je knie naar buiten toe en trek deze rustig omhoog. Dit is een oefening om je dieper liggende heupspieren goed warm te krijgen. Blijf rechtop staan en forceer niks. De leg sweep. Zoek een stevig steunpunt op en zwaai je been heen en weer binnen je eigen range. Deze doen we 30 seconden links en 30 seconden rechts. Blijf rechtop staan en trek je tenen naar je toe. De laatste oefening is de reverse lunge met twist. Maak een reverse lunge en draai de kant op naar je voorste been. Voer deze oefening 30 seconden lang uit, links dan wel rechts. Dan nu het laatste onderdeel van de warming up. We beginnen met de suicide drill. Deze drill train je 3 keer op 70% van je energie met 30 seconden rust. Begin met kleine stappen bij je vertrek, blijf laag bij het omkeren en gebruik je armen om snelheid te genereren. De volgende drill is de T-drill. Hierbij sprint je 5 tot 15 meter vooruit en verander je daarna van richting door de zijwaartse shuffle. Blijf laag bij het wisselen van links naar rechts. Gebruik je buitenste been om kracht te genereren de andere kant op. Dan nu het laatste onderdeel van de warming up. Vertical jumps. Deze voeren we elke 10 seconden 1 keer zo explosief mogelijk uit. Blijf explosief en kijk schuin omhoog. Dit doen we in totaal 20 keer. De warming up is klaar. Nu gaan we beginnen met de intervaltraining. Bij de intervaltraining ga je 4 keer rennen met daartussen 2 minuten rust. Je rent 4 keer 400 meter of je rent 4 keer 1 minuut 30. Zet een route uit van 400 meter of gebruik je horloge of stopwatch om 1 minuut 30 te timen. Dan gaan we nu verder met de lower body strength training. In deze training hebben we 7 oefeningen voor je klaarstaan. Je maakt steeds 3 sets van 16 herhalingen met daartussen 30 seconden rust. Dit houdt in dat je elke oefening 16 keer uitvoert, 30 seconden rust houdt en dit nog 2 keer herhaalt. Tussen de oefeningen door houden we 2 minuten rust. We beginnen met de air squat. Houd je rug recht en je knieën naar buiten en het gewicht op je hakken. Heb je een dumbbell, kettlebell of iets anders zwaars thuis? Maak hier dan gebruik van en maak de goblet squat. Houd je rug recht, knieën naar buiten en houd het gewicht in de front rack positie. De lateral single leg box step up. Zet je voet op de box, bank of kast en til je andere been rustig van de grond. Haal alle kracht uit je standbeen. Zak rustig door en laat je voet weer rustig op de grond zakken. Doe dit 16 keer links, 16 keer rechts. Walking lunges. Maak een uitvalspas, blijf rechtop en pak eventueel een zwaar object in de front rack positie. De bended prone hamstring curl. Indien je beschikking hebt over een elastiek, bind die dan ergens aan vast. Ga liggen op je buik en doe deze om je benen heen. Breng je hakken naar je billen en rustig terug. De calf raise. Zoek een kleine verhoging op, zoals bijvoorbeeld een stoep, en plaats je tenen op de rand. Beweeg rustig omhoog en rustig naar beneden. Als finisher hebben we een core stabiliteitsoefening. Je doet 30 seconden plank, 30 seconden side plank links, 30 seconden side plank rechts, 30 seconden voorlichtsteun. Dit doe je in totaal 4 keer met 90 seconden rust tussen de 4 sets door. De training zit erop en nu gaan we door met de cooling down.
Als cooling down pakken we altijd een mobiliteitstraining. We beginnen met de wall twist. Ga in deep squat positie tegen de muur aan zitten. Met je knieën naar buiten en draai een hand tegen de muur omhoog. De volgende oefening is de fit wall holder. Plaats je handen tegen de muur en breng spanning op je kuisspieren. De breakdancer. Strek één been uit en plaats je andere been 90 graden hier tegenaan. Pak met twee handen je tenen vast en breng je neus naar je knie. Als laatste doen we de pigeon. Maak een lunge step. Leg je been in een hoek van 90 graden voor je neer en breng spanning op je heup en bilspier. Blijf rechtop en leun eventueel met je arm op de grond. Dit was de training van deze week. Belangrijk dat je luistert naar je lichaam. Dus als 16 herhalingen te veel is, doe er dan 10 of 12 of 14. Bouw het rustig op. Als je de training wilt terugvinden, kijk dan op afrotros.nl/kampvankoningsbrugge. Daar staat de hele training uitgeschreven. Heb je nou echt de ambitie om te trainen voor het Korps Commandotroepen? Dat kan. Kijk op afrotros.nl/kampvankoningsbrugge en daar zul je een trainingsprogramma vinden van 16 weken, gemaakt door het Korps Commandotroepen, die je klaarstoomt voor de ECO, de elementaire commandoopleiding. Bedankt voor het kijken, succes met trainen en tot de volgende keer.